machine from Germany. This lovely machine. Phew, if I'm right, but I'm not fully sure, is this machine powered by three turbos? Three turbos on it, or four for the moment? Yes, yes, yes. Okay, thanks. Three turbos indeed on this touch. It was running just on five cylinders, I guess, eh? Was running on five cylinders the last. Cat Weasel. So where are the people from Germany? Hey, that helps me. Sinds Vluchthorff ook op de CPEX is daar natuurlijk een stukje mee aan vooruit gegaan, zullen we zeggen, hoe weet je dat? En get to very beautiful distance, 96.46! Wow! Deutsch reden, das finde ich super. Ja, dieser Umbau des Winter, der hat genau ins Schwarze getroffen und ich bin super, super happy, dass es heute so gut geklappt hat. Das ist wahnsinnig, die Winterreiter. Ist gut. Is Cat Weasel and the number 2 is back to the Vincent took an outstanding run. Very, very good with the not that big engine, the Chevy style Merlin. And yes, very nice. Big thumbs up. So okay, so Eindrecht was the last pull, so I'll do it in German, it's for me no problem, so I have to switch in my head. And then let's get the message. Heb je nou die hele fles leeg gedronken? Wat heb je nou gelaten? Ik heb hem al min gezien. Ja, dat de dag gaat het dus mis. Het is nog steeds in één rug, Erik, hè? Oh yes! Daar mogen we het, ja, dan staat hier al een groepje die er klaar voor is, hoor. Ja, echt wel. Maar de keerzijde is natuurlijk wel, dat zegt ook iets over de afstand van Donald Screaming. Hè? Zo simpel moet het ook zijn. En gaan wij eens even kijken of dat hier die staat zijn en dat we blijven fixen. Just in back, everyone at home! Green Fighter! Oh! En wie komt hier?
free. And if I'm right, it's all done in one attempt. Ha ha, beautiful. No firemen needed. No. Nee.
Er zijn natuurlijk, wij kennen hier dan in, laten we zeggen, Benelux, met name natuurlijk de trekker die dan door het leven gaat luisteren met de naam Herbie. Die heel veel kennis aan heeft. Hij doet dat voor deze man ook voor de Herbie. En familie Kostermans achter de Herbie, die wisselt ook onderdeel uit met dit team. Het lijkt allemaal heel erg op elkaar. In de motor is heel veel veranderd, want zijn motor die weegt al zo'n beetje 2 ton. En dan moet je daar twee mannen contracten van maken. Ja, daar moet eventjes wat werk voor gezet worden. En ik weet niet of dat er mensen zijn die zo stil hebben de tank over de eerste van Erik. Ik denk het wel. Ik denk het ook. En dat is heel bereik. En maak terug van gisteren ook. Air, too much, kill, alles te zien. He's going back, together with the switch to 0 points. We have green lights in laser units. Here we go. Again, it's at least what we tried to do. The big air intake in front of the engine. En dan zie je het remmen. Het gebeuren daar op die rechterrem, maar er is meer mis dan alleen het remmen. Against the kill switch. Was there, against the kill switch was there. Still here. So, kill switch, that's not a terminology. No. That means there's position. Till we had this tractor in the chain, we expected to maybe take something in range. 1, 2, 3, but 2 miles to go today. 2 miles to go, rocket science and the team's foul. Nu met de benen die op bijna helemaal wakker zijn. Proost, straks hebben we daar een beetje zin in. So, it's not always a success at the European Championships, eh? Yes, normally we are driving 10 years on European Championships. Every time we have problems, only here. And of course, that's normal. We try to explain how a beautiful and powerful machine you have, but it's just bad luck on the European Championships. But a big hand for this team, a big hand for Lacroix Verve. Dus weer erbij. Red Evolution, Jurgen Budding. Sometimes you see a lot of weights, and when it are original weights, the tractor would have been the total weight on the weight bridge, maybe for example for front half ton. Yes, Red Evolution improperly
its last run as a pro stock tractor. We raise a leg for Germany, come on! And they can do it by hitting, for example, an engine. And you can see three turbines on the chassis. Daarbij hadden we de tractor die als een meerdere klasse kunnen uitkomen. En die doet dat dan door middel van het bijvoorbeeld het bijhangen of het verwijderen van een motor. En als je goed ervoor oplossen, dan kun je hem vastlassen om dat nog sneller te zien. Kortom, het is allemaal high-tech technology. Als ik hier in deze wereld afspeelt, dan moeten we het lijken van de eenvoudige mensen, maar onderschat de kennis niet die binnen het team rondgaat en gedeeld wordt. En we vragen de chauffeurs van de trucks
om naar de machines te gaan is de beurs van de Kroes. Want ook die mogelijk nog een keer zet de baan naar de 4,5 ton. Dus het is de beurs van de Kroes als het is naar hun machine. Ik hoop dat de jongens dat nog niet hebben volhouden. Ik weet niet of dat het van tevoren gecommuniceerd was. Maar dat gaan we afwachten. Martin Hofkaas himself. Very big deal. Nice. Volgens mij 2000 titels dit jaar op zijn naam. Hier op jacht. Ik kan het nog niet terug. Serieus?